Hallo sappigelingetjes van Justice Pergament, dus welkom bij een gloednieuwe aflevering van de top 10 soundtracks. En dit keer gaan we de soundtracks van Kalos van Pokémon gaan we behandelen. En ik heb erg veel zin in. Ik hoop dat jullie net als de vorige keer weer laten weten wat jullie de vetste top 10 vinden. En laat maar weten waar je het wel of niet mee eens bent, zolang dat op een normale manier gaat. En dan gaan we nu eerst beginnen met nummer 10. Nummer 10 is de Pokémon League Team van Pokémon X en Y. Ik vind eigenlijk altijd het Pokémon League Team wel heel vet. Altijd een mooie opbouw. Maar ik vind deze echt iets speciaals hebben. Ik vind hem echt gewoon heel fijn om naar te luisteren. Nummer 9 is Route 15. Ik vind de routes altijd, bijvoorbeeld bij Hoenn hebben de routes allemaal een vette tune. Maar in andere games vind ik dat de tune van een route heel vaak irritant wordt. Maar dat is bij deze dus niet zo. Dit vind ik echt een hele goede tune voor een route. Nummer 8 is Pokémon X en Y Victory Road. Ja, ik vind deze Victory Road in tegenovergesteld van alle andere Victory Roads echt wel de vetste tune heeft als je hier rondloopt hoor. Het is echt van je echt een build op naar je. Ja, je hebt eigenlijk gewoon het gevoel dat je alles hebt gehaald en dat je de hele tijd naar dit punt hebt gewerkt en dat je hier nu loopt. En dat is eigenlijk natuurlijk ook zo, dus daarom vind ik dit een fantastisch mooi liedje. Op nummer 7 staat de team van Professor Sycamore. Kalos is natuurlijk gebaseerd op Frankrijk en dat hebben ze op best wel veel dingen hebben ze dat laten merken. Onder andere natuurlijk de Lumiose Tower, maar vooral het liedje van Professor Sycamore klinkt heel erg Frans. Tenminste, dat vind ik. En ik vind dat heel leuk, vind ik een leuke touch aan de Pokémon game. Op nummer 6 staat Bicycle Team. Ik vind normaal de Bicycle Team altijd kut, omdat ze dan, zeker bijvoorbeeld als je in Hoenn bent, dat ze dan een leuke liedje vervangen door een heel saai liedje. Maar dat hebben ze goed gedaan in X en Y. Ik ben echt altijd heel erg tevreden over het X en Y liedje. En het heeft ook een beetje iets van een speciaal gevoel voor mij. Omdat ik altijd, als ik ging shiny hunten in de Friend Safari, ging ik dat ook op mijn fiets doen. En had je altijd dit mooie muziekje. Nummer 5 is Santaloon Forest. Ik denk dat ik van alle bossen die er zijn, dit wel echt wel veruit de leukste lied vind. Ik vind het heel en heel erg relaxend en een beetje iets van spannend. Ik vind dit, als ik van alle Forest teams zou moeten kiezen, zou deze bovenaan staan. Maar ja, we zijn niet van alleen van Forest teams aan het kiezen, maar van andere dingen ook. Dus daarom staat deze op nummer 5. Op nummer 4 staat Aquacourt Town. En Aquacourt Town staat op nummer 4 omdat mij het liedje heel erg moet denken aan Mario Party. Ik vind dit echt van, als je zo'n bordspel speelt, vind ik dit echt heel erg passend bij een Mario Party game. En Mario Party is een van mijn favoriete spelletjes, dus vandaar deze op nummer 4. Op nummer 3 staat Friends Team. Wat X en Y natuurlijk tegenover alle andere games wel had, is een groep met vrienden. Normaal heb je altijd wel één vriend of één rivaal, maar nu had je echt een groep met vrienden die je ook heel vaak tegenkwam. Dus dat vond ik altijd wel leuk. Dus daarom heb ik deze gekozen, omdat het ook een heel leuk liedje is natuurlijk, voor nummer 3. Op nummer 2 staat Kalos Region Team. Dit is het liedje wat eigenlijk als staat voor de Kalos regio. Ik heb dit liedje gekozen omdat het voor mij best wel sentimentele waarde heeft. Omdat
Het is de eerste game dat er zo mooi uitziet, zeg maar. En echt, ik zat helemaal in de game van, oh, wat vet dat ze dit gaan doen en dat het er zo mooi uitziet. Dus toen, als ik dit liedje hoorde, kreeg ik er echt hele goede gevoelens bij. En op nummer 1 staat Snowbell City. Dit is echt veruit mijn favoriete liedje van de hele X en Y generatie. Ik vind het zo'n lekker nummer als je in dit stadje bent. Dit is natuurlijk ook redelijk aan het eind van de game. Het sneeuw daar, het liedje, dat straalt gewoon als sneeuw uit. Dus dat vind ik heel erg vet aan dit liedje. Dus daarom dat ik gekozen heb voor Snowbell City als nummer 1. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En de volgende keer gaan we natuurlijk de Alola-regio behandelen. Ik wil jullie nogmaals bedanken en adios amigos.